Hoi en leuk dat je kijkt naar deze Haarlemse Explainer. Speciaal voor jou hebben wij een reeks gemaakt waarin we jou de belangrijkste onderwerpen gaan uitleggen van de beruchte NOTA parkeerregulering, waar op 6 maart 2024 een referendum over gehouden wordt. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over Canadees parkeren, de kosten voor jou en je bezoek. En wat wil de gemeente nou eigenlijk? Kijken dus. Illegaal parkeren. In sommige wijken wordt een parkeerdruk gemeten boven de 100%. Hoe kan dat? Nou, simpel gezegd staan er dan meer mensen geparkeerd op illegale plekken. Bijvoorbeeld in het bloemenperkje van de gemeente. Al is dit natuurlijk niet wat de meeste mensen doen. Wat wel vaak voorkomt is dat mensen iets te dichtbij een kruispunt geparkeerd staan. En de regel is: je mag niet parkeren binnen 5 meter van een kruising. Dit is om het zicht voor de verkeerdeelnemers niet te belemmeren. Een gemiddelde auto is 4 meter lang, dus moet je ruim een autolengte van een kruispunt verwijderd zijn... ...voordat je daar mag parkeren. Waar je ook niet mag parkeren is op de stoep. Dit is tenslotte bedoeld voor de voetgangers. Maar je mag nu wel deels op de stoep geparkeerd staan. Het parkeren met twee wielen op de stoep noemen wij Canadees parkeren. Heeft overigens niks te maken met Canada, maar is een term die ooit is ontstaan ja, in de volksmond. Uh, in Canada noemen ze het ook gewoon sidewalk parking of uh, in het Franse deel les Goed, nou, nu weer om topic. Mag dit nu wel of mag dit niet? Nou, eigenlijk mag het niet, maar het wordt vaak gedoogd. Op sommige plekken mag het wel, dan staat het aangegeven met een verkeersbord. Aan deze regel verandert de gemeente weinig, al willen ze onderzoeken of dit op meer plaatsen kan worden toegestaan. Maar in de toekomst, nou, denk hierbij aan 2040, wil de gemeente dit zoveel mogelijk inperken. Zoals je hoort, gaat er dus een hoop veranderen rondom het parkeren in onze stad. Wil je nou nog meer informatie over dit onderwerp? Ik kan me heel moeilijk voorstellen, want volgens mij heb ik alles wel uitgelegd. En ik word zelfs moe van mijn eigen stem. Maar goed, het kan. Dan kan je kijken op www.haarlem.nl slash uitbreiding betaald parkeren. En vond je dit nou een leuke video of wil je meer van deze Haarlemse explainers? Laat het even weten in de reacties hieronder of doe een duimpje omhoog. Misschien tot de volgende. Doei! Staat mijn parkeermeter trouwens niet? Loopt die nog?